Jada. Hey lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drilling van Nederland. Jalicia. Jada. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op Koet Live. De kinderen zijn lekker aan het spelen in de tuin. Ze zijn aan het voetballen. Jaden is keeper. Jaden was vliegende keep. Nee, je mag niet komen. Jason, die gaat schieten en die scoort. Nee, mis. Daar gaat Jaden. Jaden schiet en scoort ook niet. Wow! Nee, dat mag niet, het is hand. Jawel, dat mag hij wel. Hij mag zijn bal toch goed leggen. Ja! Op de lat! Nou ja, de kinderen zijn lekker met elkaar bezig. Ik ga het zwembad openen. En dan ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat ze het zwembad in willen. Wie wil er zwemmen? Ik! Nou, kom, omkleden dan. De gymtasjes. Met 50% korting samen met een rugzak op koetlife.nl. Deze week een aanbieding. Onthoud mensen, het zijn de laatste. Vies! Niet zeuren, gewoon erin. Ik zou de televisie aanzetten, want er staat dat ik zet de televisie aan. Wat wilden jullie ook alweer zien? Koet Live! De brandweerman heb ik jullie opgezet. Veel kijkplezier, hè? Ja. Ik ben het afgelopen. Nou, dan ben ik de komende uren gelukkig vanaf. Ik ga dit even doen, want dit was wel een mooi idee, die vlondertjes. Maar er gaat allerlei dingen tussen liggen. Ze hebben hier geknutseld. Kijk, zie je, daar gaat allemaal spullen tussen zitten. Dus wat ik nu ga doen, is even optillen en er even onder vegen, want nu lopen er geen kinderen in de weg, want die zitten heerlijk in de bubbelbad. Toppie, weer schoon. En hoe vonden jullie de brandweervlog? Leuk. Ja? Heb papa dat goed in elkaar gezet? Ja. Zijn jullie tevreden over jullie eigen acteerwerk? Ja. Ja? Vooral voor mij. Hoezo? Vooral voor met een hele mama in de boete neergezet. Je bedoelt mama? Ja. Ah, ja, die heb je een boete gegeven, hè? Maar verder wel leuk. Willen jullie een nieuwe maken? Ja. Ja, dan moet je weer even. Ja, dan moet je zelf even een verhaaltje bedenken. Een keer. Ik wil een keer een verhaaltje wat jullie dan bedacht hebben. Dan moeten jullie een keer over nadenken. Wacht, ik weet het wel. Ik ben de prinsesje, Jaden met de ridder en Jason is de ik was wel de ridder. Dan wil je nog een keer ridder. Misschien wil Jason de ridder zijn. Dan wil jij de ridder zijn? Ja, Jason kan de ridder zijn. Jij de draak. Nee, Jaden kan de prins zijn. Jaden kan ook de prins zijn. Ja, maar nee. Kan ik een trouwen? Nee, kom op, daar heb ik een vijand. Ja, dat is waar. We moeten wel een vijand hebben. We moeten wel iets tegen strijden natuurlijk. Dan is Jason de brandweer. Hey, pap heeft misschien wel wat. Kennen jullie het sprookje van de drie biggetjes? Nee. En de big, bad, wolf. Wacht, ik wil eerst alle bussen zien. Die? Dag houden hoor, papa de grote boze wolf. Ja. Ja? Die? Ga papa over me nadenken. Die? Jij wordt er ook. Die. Jij wordt een klein biggetje en ik word een boze wolf. Jij wordt een biggetje? Nee. Krijg je een leuk biggetje neus op? Nee. Ja. Nee. En dan word ik de grote boze. Wat dan? Weet je dan heeft ik een plan. Wat dan? Ik ga niet verstoppen van jou. Nee, ik ga er nog eens een keertje over nadenken. Maar mocht jij thuis ook nog ideeën hebben, laat het weten via de mail. Ja, in de comments kan dat niet. Via Instagram of zo. Elk verhaaltje is welkom. Misschien kan ik er wat mee. Voor de mensen die zich afvragen waar Melanie is, die zit nog steeds vol aan de medicijnen. Die ligt nu te slapen binnen. Het heeft nog steeds pijn in de arm, dus daar kunnen we niks mee. Dus die laten we lekker liggen.
kan ze goed bijkomen en goed genezen. We gaan een spelletje doen, daar kun je geld mee verdienen. Wie wil er geld verdienen? Ik heb hier een appel. Normaal doe je met een sinaasappel, maar jullie gaan het ook met een appel. Die leggen we in het water. En ik heb hier 50 centen. Wie wil de 50 centen verdienen? Ik. Het is heel simpel. De appel leggen we stil, dus je moet heel rustig zitten in het water. Ja. En dan leg je bovenop de appel leg je die 50 centen. Als hij stil blijft liggen, mag je hem houden. Als hij in het water valt, dan ben je hem kwijt. Dus doe het een keertje voor. Zo. Maar dan zonder dat je de appel aanraakt, hè. Dan moet hij zo blijven liggen. Wie wil er als eerste? Ik. Alsjeblieft. En spelen maar. Helaas, helaas. Nee, Tjesje is aan de woord. Jij bent de volgende die mag spelen. Ik laat hem los. Nee, ik laat hem los en dan moet je hem erop leggen. Ja, helaas. Verloren. Maar hij is wel een kleine verloren. Hier, alsjeblieft, 50 centjes. Oké, ja. Wacht even, het water een beetje stiller is. Het is makkelijker. Ja, spelen maar. Hé, die beweegt. Ja, die beweegt. Leg hem maar erop. Dat komt door het water. Ja, dat komt door het water. Nou, nog een keer dan. Ja. Oh! Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe toevoeging? Een spiegelbolletje. Mooi, hè? Want daar had die spot uiteindelijk voor gekocht. Vind je die mooi, Jaden? Ja. Zullen we het donker maken hier? Ja! Kan je het voetenpadje zitten of zo? Dan heb ik de ramen dichtgemaakt met de handdoeken. Dan hebben we die helemaal dicht. Kijk, en dan hebben we disco. Zie je dat? Ja. Gaaf, hè? Nou, dan kun je kinderen voor kinderen op volle volume zetten. En dan kun je dansen in het bubbelbad. Ja, en dan komen de bubbels. La la la, ja la la. Kijk, je zwembel, Jason. Zie je dat? Kijk, mijn zwembel. Jullie ook, hè? Kijk, mijn zwembel. Oh, ja, dat geeft ook cool. Weet je hoe dat komt? Dat komt door die lamp daar. De blacklight. Zing de papa uit het koetlaai. Net de echte discotheek. De vrouwen dansen en de mannen zitten stoer langs de kant. Hé, hey, jong. Ah, daar komt wel een beetje beweging in. En ik kan gewoon lekker genieten van mijn bubbelbad. Ja, jongens. Ene disco liedje naar het andere disco liedje. Jalisha die aan de kaga ook is. And here I stand, and here I'll stay. Happy birthday. Ja, zo ongeveer. Moet natuurlijk hier en daar nog wel een beetje bijgeschaafd worden, maar dat maakt niet uit, schat. Dat vergeet ik. Ja. Laat het los! Laat het gaan! Ja, laat het los! Laat het gaan! Weer een nieuw bestaan! Ja, inderdaad, dat dacht ik ook! En de kou is voor mij nooit echt het punt geweest. Nou, hartstikke top jongens, disco is ten einde. Veel plezier verder, hè? Andere twee hadden geen zin meer in de disco. Dus die zijn in de ser gaan zitten. Een beetje aan het spelen en rommelen, zie ik. Over rommel gesproken, hier ligt ook nog heel veel rommel, dus ga ik even wegvegen. Het zijn allemaal bladeren, die komen van die bomen daar. En ja, dat gaat allemaal daaronder liggen, dus ik ga het even schoonvegen. Maar ik wil ook even de feestverlichting ophangen, want we zouden eigenlijk die gaan verven. Maar dat wordt weer een 10-jarige plan. Dus die schuur, die staat ook al bij je bijna 2 jaar. Er zit nog een likje verf op, maar ik moet het allemaal eens een keer geverfd worden. Mocht je een keer een dagje vervelen en je zegt, goed, joh, laat me een dagje verven, dan ben je van harte welkom. Maar ik ga eerst even de feestverlichting ophangen, dat we in ieder geval deze zomer wel gewoon feestverlichting hebben. Mag ik je helpen? Wil jij duwen? Duw maar. Hier, kijk, Frozen Ball, Felicia. Ik heb hier de bubbelbad. En hier begint hij te lekken. Apart, van de binnenkant kijken. Even kijken hoor, oh ja, ik zie het al, die hele muren zijn zeiknat, zie je dat? Allemaal druppels erop. En onderaan, dan gaat het onder
de muur door. Daar was ik al een beetje bang voor, dus ik moet waarschijnlijk even iets meer ventilatie in het hok maken. En dan maak ik gewoon een gat erin met een roostertje ervoor, dan kan het meer ventileren. Anders krijg je inderdaad zoals dit hier, dan gaat het op een gegeven moment gaat het rotten. Dan kan je er nog zoveel bijs tegenaan gooien als je wil, maar dat gaat dan niet werken. Dat is voor een later stadium. Lukt het, jong? Even kijken wat hier allemaal is. Ja, is goed. Maak hem maar even open. Oh ja, die moet even liggen. Ja. Kom maar. Dat doe ik wel. Ja? Is hij leeg? Nog een beetje veel in. Het is eigenlijk toch wel weer mooi, hè? Ik kan het gewoon weer mijn tuin inwaaien. Ik ga hier dus die andere ophangen. Deze, de oude zeg maar, die geven meer licht af dan die in het bubbelbad hangen. Die in het bubbelbad hangen zijn ook ledjes, alleen die geven minder licht dan deze. Deze geven meer licht en s'avonds heb je wel licht nodig. En die hangen daar eigenlijk in het zwembad alleen maar de sier. En niet zozeer voor te verlichten. Dat is wel jammer, ik dacht om met één snoer te halen, maar er moesten er toch twee zijn. Waardoor die hier een stuk overlapt, dat is niet zo heel mooi. Maar ja, het is niet anders, anders krijg ik hem niet rond. Dat is ook wel fijn dit. Kabelbreuk. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, helemaal klaar. Tijd om te gaan eten. Gezellig zo, hè, Chalicia? Ja. Kijk eens, ik heb de feestverlichting opgehangen. Heb mama ook nog niet gezien, hè? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Mooi, hè? Smakelijk eten allemaal. In het bijzonder, Jaden. Hè, laat het je smaken, jong. Bam! Net zoals niet. Elke avond ook hetzelfde met jou, hè? Nou, we moeten wel opeten. Zometeen krijg je drinken als jij je bordje leeg hebt. Ja. 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 En de dag zit er weer op, dames en heren. Zo. Hoe is het hier? Goed. Ja, we gaan lekker naar bedje toe. Jezus, we zijn even met mama knuffelen. Ja, lekker knuffelen met mama. Mm-hmm. Rustig aan met mama, want die nog steeds pijn in de arm, hè? Ik zei, ik heb de liefste mama van de wereld en de liefste papa, zei hij. Ah, wat is toch een schatje. Mama, je bent de liefste van de wereld. Chalicia, vraag je aan jou. Ga jij morgen mee naar het zwembad? Nee? Waar ga jij eigenlijk niet mee dan? Dan kan ik mama helpen. Wat mama vraagt, doe ik het dan? Ach, wat lief. Maar je mag ook lekker gaan zwemmen hoor. Mama vermaakt zich hier wel alleen. Hé, hey, er is ook een grote speeltuin. Heerlijk, rustig heeft mama dan. Speeltuin is echt stom. Als er zand ligt, komt wat in mijn voeten. Maar mama gaat ook mee. Nee. Ja. Je blijft thuis. Nee, ik ga mee. Nee, hè? Nee, ik hou je voor de gekke kant. Mama gaat niet mee. Ik zweet het. Maar je was wel een twijfelaar, want als mama gaat, dan ga je natuurlijk ook. Ja, als mama gaat, ga ik ook. Maar als mama niet gaat, ga ik niet. Hé, hey, waar is Jerrytje eigenlijk? In bed. Jerry was moe, want die woonde buiten gaan slapen. Jo. Ja. Als ik niet opgevallen is, dan lag ik al om 6:30 in bed. Zo vroeg al, maar het is al een paar 8:00. Ik ben benieuwd wat Jerrytje dan slaapt. Hallo. Wat doe jij hier? Ik was moe. En dan ben je op bed gaan liggen. Maar nu ben ik niet meer moe. Ben je nou niet meer moe? Mag ik opstaan? Ja, maar nu gaan we echt naar bed. Nou. Heb je geslapen tussendoor? Nee. Wat heb je dan gedaan hier? Niks. Niks? En mama zei dat je zo moe was. Maar nu ben ik niet meer zo moe. Nou, kom nog even 5 minuten naar beneden. Oké. Okay. En dan mag je daar naar je bed in. 5 minuutjes, hè? Ja. Okay. Kinderen af en toe, ik snap er niks van. Ja, het is 8:00. Het is tijd om naar bed te gaan. Ik kom het recht. Allemaal de tablet afsluiten en dan gaan we naar boven. We gaan naar bed. Mama, je kunt er in mijn bed even laten slapen. Schatje, dat is heel lief. Maar mama ligt het liefst nou met de arm hier alleen. Ja, mama ligt niet graag bij papa, dat is het hem. Maar weet je eigenlijk... Papjatje, dit is zo, ja. Weet je eigenlijk, dit is een beetje harder dan mijn bed. Mijn bed is lekker zacht. Weet ik, schat. Maar dat ga ik ook wel een ander keertje doen. Oké, dan slaap ik ook hier. Nee, dat doen we ook een ander keertje. Maar niet vandaag. Je lekker in je eigen bed. Oh. Mama pakt de medicijnen en dan wordt mama toch suf. Geloven jullie met, dat jullie wel alle drie zelf jullie tandjes goed poetsen? Ik loop met ze mee dus. Papa, mag ik bij jou slapen? Schatje, ik zou wel willen dat je bij mij ging slapen, maar dat kan niet. Want dan willen de andere twee ook en dan liggen we met z'n vieren in bed. En het bed te klein. Nee, als mama erbij was, kon het niet passen. Nu past het wel. Ja, pas je schat. Jawel. En dan vind ik het wel jammer dat ik er 3 heb, hè?
Want ja, Riesatje zegt, joh, kom maar lekker bij hem liggen, maar dan willen de andere twee ook. En dan is het bed te klein, wordt er alleen maar oorlog in bed, dus dat is ook geen oplossing. En ons de beurt, ja, dat kan wel, maar is het weekend tekort. Dus dan moet je weer volgende week en dan zijn ze het alweer vergeten. En ja, we doen het eigenlijk alleen maar als iemand ziek is, als ze dan bij ons mogen liggen. Maar, dat is echt, ik kan passen met de drie, we hebben wel, ha! Ja, dat gaat niet passen. Maar ik hier een bed om... Wij zijn allemaal, om wij drie zijn klein. Ja, maar dat gaat niet passen, schat. Let maar op. Ja, dat gaat niet passen. Ja, maar op zo'n keer. Nee, dat gaan we niet doen. Je gaat gewoon lekker je eigen bed in. Kusje, slaap lekker. Doe jij het lampje uit? Wel te rusten, lieve Walibi. Slaap lekker. Hi, ik ben mijn wagenbeer. Ik moet je lijn bij een kus geven. Hoezo moet ik jou een kusje geven? Ik heb Walibi al een kusje gegeven. Niet mee, ja. Nee, ik ga nu naar Jaden. Nee, Jaden. Jason. Kusje. Jason. Nee, Jason ben ik al geweest. Kusje. Welterusten, schat. Mag ik een vlog afsluiten? Doe maar. Vind je dit ook veel? Doe ik. Geef je beter gereis, mama. Dat is het. Doei. Dag. Mwah.